De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond nog geen duidelijk besluit genomen over de plannen voor zonneparken en windmolens in de gemeente. Men wil dat er eerst een uitgebreide milieueffectrapportage wordt uitgevoerd. De resultaten van deze rapportage worden vervolgens leidend bij alle verdere besluitvorming. Wat wel duidelijk werd, is dat het nog wel even kan duren voordat er daadwerkelijk windmolens in Beuningen komen te staan. De raad besloot om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage en een goede ruimtelijke onderbouwing. Ook heeft de gemeenteraad vastgesteld dat het eigendom en de exploitatie van een windmolenpark in handen komt van een lokale energiecoöperatie.